Mijn mooiste moment van mijn wereldkampioenschap, dat was in 1966. Eigenlijk aan het begin van mijn carrière. Toen ik door de finish ging op de 10.000 meter in Gothenburg. Ik reed een heel goed kampioenschap. Ik won 3 afstanden. En dan nog al die duizenden Nederlanders. Ja, dat was ongelooflijk. Verkerk, die nu op 2 afstanden winnaar was, zou door een zege op de 10 kilometer, dat wil zeggen door overwinningen op 3 afstanden, reglementair wereldkampioen worden. En hij scheen dat te gaan waarmaken ook. Als wij dus een uur voor de wedstrijd warm gaan lopen, dat doen we naar buiten het stadion. En dan komen al die mensen dus binnen, al die Nederlanders, met die klompen dan, een oranje pet erop. En dan krijg je een gevoel van, voor die mensen moet ik hier vandaag wat doen. Daar was ik gewend in het café bij mijn vader. Als er een klant binnenkomt, dan moet je die klant verzorgen. Het kampioenschap in Gothenburg begon niet zo goed. Want ik had op de 500 meter had ik een tijd van 43 blank neergezet, een 20ste plaats. Ja, dat was natuurlijk nooit goed genoeg om in het klassement goed naar voren te komen. Maar door omstandigheden heb ik toch het kampioenschap in de wacht gesleept. En nu zijn we dan wel een zeer belangrijke fase van deze wereldkampioenschappen genaderd. Aan de start nu Kees Verkerk. Wat ik nog herinner, dat was dat ik voor de lat van het ijs, dat was erg warm, een soort met feunwind. En dus mijn grootste concurrenten, Art Schenk en Fred Antonmeijer, ja, die hadden moeite mee. Zijn veel zwaardere tegenstander, de wereldrecordhouder op deze afstand, Fred Antonmeijer uit Noorwegen, werd al na enkele ronden door Casey op een flinke achterstand gezet. En de kleine man uit Puttershoek scheen geen vermoeienis te kennen. Op de 10 kilometer had ik maar één doel, dat was snel van start te gaan zoals normaal. Maar dat ging na 5-10 rondjes ging dat zo snel dat ik begon te twijfelen dat ik wel te hard weggegaan was. Omdat ik Fred Meijer heel snel in de gaten kreeg. De geweldige Verkerk heeft Meijer bijna ingelopen. Dat is ongelooflijk. Op het moment dat ik Fred in zicht kreeg, dan krijg je een soort met vleugels. Dat gaat allemaal vanzelf. En dan ga je zweven. En al die duizenden mensen in het stadion natuurlijk, ja, die konden dat niet geloven. In de laatste ronde keek hij Meijer zelfs in de rug. Sommige Nederlanders zouden zeker de baan zijn opgerend als ze niet gevallen waren. Ja, als je dan de finish doorkomt en dan die mensen die gaan nog steeds meer tekeer. Het wonder was gebeurd. Niemand verbeterde de tijd van Verkerk meer, zodat hij op het hoogste podium de overwinnaarskrans om de schouders kreeg. Een moment van grote glorie voor de Nederlandse schaatssport en in het bijzonder voor Kees Verkerk. Ik heb ervan genoten dat die mensen zo meeleefden. En dan die herrie op de tribune. En dan klompen dansen en achter elkaar in polonaise. Dat is ongelooflijk. Die sfeer krijg je volgens mij nooit meer terug.